Een fonds dédié, zoals vaak naar verwezen wordt, is eigenlijk een levensverzekering van het type TAC 23, waarin men gaat investeren in een gepersonaliseerd fonds. We noemen dat vaak intern toegewezen fonds. Het grote onderscheid met een traditionele TAC 23 is dat we eigenlijk een fonds gaan creëren op maat van de verzekeringsnemer, of met andere woorden de familie. In België kent men eigenlijk het traditioneel verhaal rond TAC 23, waarin men in collectieve beleggingsfondsen gaat investeren. Het grote verschil zit hem in het feit dat men gaat een keuze maken tussen de depositaire bank, waarin de tegoeden gevestigd zullen worden, als ook de vermogensbeheerder. We beschikken vandaag over 250 depositaire banken en meer dan 1000 vermogensbeheerders. Een heel belangrijk punt voor een fonds dédié is dat het beheer discretionair moet zijn. Dat wil eigenlijk zeggen dat de verzekeringnemer zich niet kan inmengen in het beheer. Er wordt enkel een risicoprofiel vastgesteld. Vervolgens gaat men een beleggingsstrategie opmaken en dan wordt het eigenlijk discretionair beheerd. Een levensverzekering van het type fonds dédié of TAC 23 is eigenlijk open voor iedereen die in België resident is. Het gaat er meer over een familie die een roerend vermogen heeft en die dit eigenlijk wil beleggen op lange termijn. Naar het type beleggingen waarin men kan investeren, daar ook gaan we het heel breed kunnen gaan. We gaan namelijk kunnen investeren in obligaties, in aandelen, ook beleggingsfondsen. Maar ook heel interessant is een niet-traditionele activa, zoals onder meer private equity. U kan eigenlijk terecht op onze website, die is in het Nederlands en in het Frans. Daar vindt u heel wat informatie over de oplossingen die wij aanbieden. Maar u kan ook onmiddellijk contact opnemen met uw bank, met uw tussenpersoon, die uiteindelijk via Lombard International Assurance u te woord kunnen staan.